denk ik. Welcome to my blog. Greetings everyone. Welcome to Santorini, Greece. Greetings everyone. Behendig kunnen vliegen en jullie zagen mij ook af en toe echt een duik maken, want ze zijn ook zeker niet bang om het gewoon uit mijn vingers te gissen, want zo goed kunnen ze wel vliegen. Maar er zijn natuurlijk veel meer vogels bijgekomen, zoals bijvoorbeeld ook deze grote hier in de vijver, en dit zijn de bruine pelikanen. Nou, dat zijn echt andere pelikanensoorten dan jullie aan de andere kant van het park misschien al gevonden hebben, want dat zijn de roze. Nou, het verschil zit hem niet alleen in de kleur, maar dat zit hem ook in de manier waarop zij op zoek gaan naar hun eten. Het is namelijk zo dat die roze pelikanen echt in groepen jagen. Maar dat die bruine pelikanen dat alleen doen. Die hebben namelijk ontzettend goede ogen. Gaan op een meter of 10 boven het water vliegen. Houden het water goed in de gaten. En zodra zij een visje zien, ja, maken ze een duik naar beneden, die pelikanen. En bijna recht naar beneden, ze slaan hun vleugels in. En daarbij kunnen ze een snelheid halen van wel bijna 100 km per uur. Dus met die 100 km per uur slaan zij het water in met die snavel open. En die zak onder die snavel werkt dan als een soort van visnet om zo die visjes uit het water te kunnen scheppen. Ontzettend handig dus. Nou, jullie hebben misschien ook onze eendjes wel zien vliegen. En dat zijn geen gewone eendjes, maar dat zijn de roodbek boomeenden. En waarom heten ze nou zo? Die boomeenden die vind je eigenlijk niet zo snel in het water, maar vooral hoog in de boom. Ze hebben ook hele goede nagels aan hun pootjes, waarmee ze zo door die bomen heen kunnen klimmen. En het is zelfs zo dat zij ook hun nest hoog in de bomen maken. Dat kan op wel zo'n 10 meter hoogte zijn. Oh, weggejagen. Maar het zijn wel nestvliegers, dus dat betekent dat die kleintjes het nest al heel erg snel gaan verlaten. En die storten zich dus eigenlijk gewoon die 10 meter naar beneden vanaf hoe hoog dat nest is en vallen zo op de grond. Nou, hoe kan het dan dat die eenden nog niet uitgestorven zijn? Dat komt omdat wanneer ze klein zijn, ze nog heel erg veel kraakbeen hebben. En ze zelfs na een val van 10 meter uit een boom gewoon weer opstaan en verder lopen. Ontzettend bijzonder dus ook. Leuk vonden. Wil ik jullie wel graag even laten weten dat er om 4 uur nog een voederpresentatie wordt gegeven bij de halfapen, dus de ringstaartmagies en de varies in het Madagaskargebied. Dat is ook wel zeker leuk om nog even een kijkje bij te nemen. En verder rest mij eigenlijk niets anders dan jullie heel erg te bedanken voor jullie aandacht en jullie nog een hele fijne dag te wensen in Afrika. Thank you.
Kijk, mijn hand kan er niet. Kijk, ik heb er niet. Papauwi pa lang po kami, kakatapos lang namin pala galing sa zoo. Napagod po kami, so time check 4:45 na po. So didiretso na lang kami sa isang mall na malapit dito, 30 minutes drive lang. Malaking mall po siya, Westfield Mall. Na nagawan ko na po siya ng vlog. Tingnan nyo lang sa description dito kasi nagawan ko po siya ng vlog few months ago. So guys, sana nag-enjoy kayo sa aking vlog. At saka lagi nyo tandaan, please click the notification bell button para lagi kayong updated sa aking vlog. Bye!